Tot een nieuwe deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999. We hebben vandaag weer een nieuwe aflevering van deze EK um, serie. Ja, je hoort het af en toe, misschien dat ik hoest. Um, <coughs> Mijn stem niet helemaal top is, maar toch wil ik jullie weer een video geven waarbij ik inspreek dat duurt deze ook niet zo lang, dat scheelt in ieder geval. Um, gaan we gaan beginnen, we hebben de finale van het EK tegen Kroatië, Kroatië-Nederland. We gaan hopen dat wij in ieder geval deze wedstrijd kunnen winnen. De finale Nederland moet natuurlijk morgen tegen Engeland, de halve finale al in echt. Maar wij, wij hopen hier in ieder geval hier deze finale tegen Kroatië, winnen het sluiten. En wij maken wel het eerste doelpunt, de 1-0. In deze, in deze finale tegen Kroatië. Dus al in de tweede helft, 62 twee minuten. Nog steeds de 1-0 voorsprong. <coughs> Zo. Ja, jongens, mijn stem is nog niet helemaal goed. Voor de rest gaat goed. Maar alleen mijn stem is nog een beetje weg. Nog steeds 1-0 voorsprong. Kroatië heeft nu het balbezit. Kunnen we dat voorkomen? Die, die kans? De bal in de handen van de keeper, de, cou <coughs> de counter. Voor het zelf al. Memphis. Memphis komt er langs. De paai. Goed. Voor kort aangespeeld. En dan krijgen we de bal niet goed op onze voet. Volgende kans weer voor Oranje. 64e minuut. Frenkie de Jong. Op zoek. Naar de paai. Vindt hij. Memphis. Memphis met de voorzet. Geen speler van Nederland die er rondloopt. Veerman. En dan is het... Is het nou klaar? Oh. Einde speeltijd. We hebben 1-0 gewonnen. En we hebben ook de winnende gemaakt in deze finale. Nederland wint de finale tegen Kroatië met 1-0. Door het winnende doelpunt van... Van onszelf. Van onszelf te aanvoerder Wesley Fokker. Wij hebben ervoor gezorgd... Dat Nederland... Het laatste keer in 1988... En nu dus in 2024 het EK weet te winnen. We gaan zometeen de beker omhoog houden. En dat was... Dan was dit de serie van het EK. In Nederland gaat het EK, door het EK heen. En ja, mochten wij de finale niet echt ook bereiken, dan ga ik de daadwerkelijke finale ook spelen met het Nederlands elftal. Dus dan ga die, die aparte video nog zien. Maar wij gaan in ieder geval nu de beker omhoog houden. De cup omhoog houden. Wat de andere jongens deden, van Breukelen, van Basten, Gullit, Dat gaan wij nu ook doen. Hier zien we onze aanvoerder. En uh, het is oranje aan je gelukt. Het is ons, ons gelukt te aanvoeren om de beker te pakken. Zo zit het erop. Is het ons? <coughs> is het ons gelukt? En dan ga ik mijn stem weer een beetje sparen. Deze toch wat korte aflevering voor jullie online te willen gooien. En ook natuurlijk met een stem erbij. Ja, een stem die ik niet zoveel een stem noemen. En uh, morgen natuurlijk weer een mode. En natuurlijk de wedstrijd die praten vooraf aflevering en de wedstrijd na aflevering donderdag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hier zien we de viering nog een beetje van de wedstrijd. Van de bekerwins. Nederland wint het weer. Laten we hopen dat het ook in het echt gebeurt. Bedankt voor het kijken en later. Doei doei.